Naast jou zit Tangerine, dat is onze huisband. Deze jongens kennen wij heel erg goed, deze tweelingbroers. En die kwamen tot mijn verbazing in de film voor. Terwijl je in Nieuwesluis zit in de gevangenis, ja, dringt het besef steeds meer bij steeds meer mensen. Hebben het besef dat je daar onterecht zit. En er ontstaat een ontzettende grote groep buiten, een soort waken met fakkels, ja, die jou willen toezingen, ja, steun willen geven. Ja. En midden in die groep zien wij onze Tangerine, toen nog volkomen onbekend. Nee. Twee broers, gewoon uit Assen, die dachten, ja, ik moet daarheen. Laten we eerst even kijken naar de scène. Dan ga ik daarna even kijken. Knut. Zwaait door Peter, in de film althans Peter. Een stuk groter en dikker dan de echte Peter. En hier zien we Tangerine. Ja. En dat verbaasde mij, dat vond ik opvallend. We hebben die jongens, jullie waren daar inderdaad. Ja. Jullie waren toen gewoon uit jezelf, hebben jullie gedacht, jongens, we moeten dit steunen. Nou, wij hadden een lied geschreven over dit. Wij vonden dat zo'n ongelooflijk verhaal, toen dat aan de gang was. Dat leek een film op zich, weet je wel. Ja. En het raakte ons heel erg. We dachten, wat een angstig verhaal dat dit je kan overkomen. Vooral toen we dat beeld zagen van, ik heb het niet gedaan. Dat was dan voorbij. Toen dachten we, maar stel nou dat ze het niet gedaan heeft, weet je. Want iedereen die veroordeelt haar en niemand gelooft er. En ze moet heel eenzaam zijn geweest, want ze was bijna de enige die wist. En jullie wist hebben toen een nummer geschreven dat Lucia heette. Ja, daarom schreef het. En toen je dacht, van, ze komen daar samen. Wij kregen toen nauw contact met Adeno. Ja. We moeten een klein gaan verstaan de krukken zitten, jongens, want het 8-uur-journaal is onverbiddelijk. En we willen jullie echt horen. Ja, sorry, zo moet het een beetje gaan. Jullie schreven een liedje wat Lucia heette. Ja. Tot steun, uiteraard, van Lucia de Berg. Jullie waren daar buiten in die nacht om haar te steunen. Jullie zitten in de film, vanzelfsprekend, Paula. En jullie zitten nu hier. En jullie zingen een minuutje van dat nummer. En ondertussen zien we beelden van de film. Seven died some day, some night. Yes, death, it is a part of life. As long as it stays out of the news, then it's all right. But Lucia, her name is written on everybody's point of view. Everything is wrong or right and false or true. Well, all that was understood were just some words that sounded pretty good. A story of a woman that murdered seven wonders with a needle and a poison view. A monkey in a bathing suit, a preference for rotten fruit. But all that you have seen is just what they believe in and not what you're supposed to do. Jongens, dankjewel.